as the carnival's fairness. Jullie zijn al bezig met het vieren van carnaval. Het is bedoeld als een voorbereiding op de vastentijd. Voordat wij met de vasten beginnen, gaan wij extra feest vieren totdat de voorbereiding op Pasen begint. Ik geef het woord aan prins Adamski. Wie tussen de werkdagen geen feestdagen heeft, bij zijn arbeid geen rust, bij alle gedoe geen bezinning kent, raakt vroeg of laat op hol. Deze viering leert ons dat het goed is om van tijd tot tijd een moment van bezinning in te lassen. Waarom dan ook niet vandaag? Samen met de jeugdprinses Maud doen wij de gebed om vergeving. Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden. Vergeven is de eerste stap zelf doen. Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven. Vergeven is weer nieuwe kansen geven. Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord. Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken. Met carnaval gebruiken we de mond om te drinken en leuke dingen te zeggen. Hopelijk zo dat we de dagen erna niets hoeven uit te leggen. Met onze oren luisteren wij naar het blaaskapelke en carnavalsmuziek. We gebruiken onze handen voor de polonaise en een drankje. We gebruiken onze benen voor de optocht en om lang te staan. Met ons verstand begrijpen we natuurlijk alles wat er vanuit de ton wordt gepraat. Geniet van dit carnaval met lichaam en geest, maar geniet van elkaar nog het meest. Laten we allen gaan staan voor de evangelielezing. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord hoort te horen. Woord van de Heer. Gaat u er zitten. Van harte welkom om in deze carnavalsviering bij ons aanwezig te zijn. Carnaval in de kerk. Waarom niet? Carnaval is een christelijk feest in de aanloop naar Pasen. Via Asmoesdag. Dan komen wij ook allemaal weer terug, veel kans. En de 40 dagen tijd. Ja, dat weet ik niet meer wat is, maar dat is de vaste. Die duurt 40 dagen. Nodig Fred uit om de voorbeden te doen. Goede God, wij bidden voor onszelf dat we ons tijdens het vieren van carnaval niet amuseren ten koste van anderen, maar iedereen in de waarde laten. Dat we niemand buitensluiten, zodat we er samen een gezellig feest van maken. Goede God, wij bidden speciaal voor onze zieken die deze dagen niet mee kunnen doen. Dat wij ze niet vergeten, maar extra aandacht geven, zodat ze ook een blij gevoel krijgen. Nu is de tijd voor collecte. De collecte van deze dienst is bestemd voor de sociale projecten van de Vormelingen, bijvoorbeeld de voedselbank en het bezoek van de zieken. Jeugdprins Kaas Kraker uit voor de overweging. Leven leer je door niet te veel te vragen, door gewoon te nemen wat het leven schenkt. We hebben allemaal wel van die droeve dagen, maar die zijn meestal niet zo droevig als je denkt. Leven leer je door vergeven en vergeten, door af en toe te doen wat eigenlijk niet mag. En door elke dag je bordje leeg te eten, ook al is het niet tevreden. Wij zijn blij dat we hier in de kerk in zo'n grote getale met elkaar hebben kunnen
overwegen, bezinnen, denken, dat we hier voordat we het feestgedruis van de carnaval ingaan. Dus we zijn hopelijk op dit moment klaar, zeg maar, om het feestgedruis in te gaan. Fijn dat jullie allemaal naar deze mis gekomen zijn. Een goed begin is het halve werk. Ik wens jullie allemaal een hele fijne carnaval. Geniet ervan. Allah.